Start to run is passé, vergeet start to run. Triathlon is een nieuwe uitdaging. Sinds 2002 is het aantal leden van de Vlaamse triathlonclubs verdubbeld. De allereerste triathlon, de Ironman in Hawaii, ontstond 30 jaar geleden aan de Toog. Een paar mariniers wilden weten welke sporter de beste was. De loper, de fietser of de zwemmer. En ze organiseerden een wedstrijdje. Steeds meer sporters zijn gevolgd, ook in Vlaanderen. Onze reporters Gitte van Hooijwegen en Linda Koer liepen mee in het zog van twee triatleten op de zwintriathlon in Knokke. Het zijn de flesjes van gisteravond. Dat is onze dagelijkse taak. 'S Morgens gooien we die in de glascontainer. We hebben om 2 uur kunnen sluiten, dat is een 30 uur. Dus ik ben goed uit te slapen. Geen probleem. Ze zullen moeten oppassen van mij. Jean de Lodderen is 39 en heeft een restaurant in Knokke waar hij 6 dagen op 7 hard in werkt. Ook vandaag is werkdag voor Jean. Ook al loopt hij straks zelf mee in de zwintriathlon. Oh, dat moet een beetje naar zon, hè? Is dat niet meer fancy fair? Allee, een beetje meer trein. Jean begon mee te doen aan de triathlon na een weddenschap aan de Toog. Ik heb gans mijn leven op het strand gewerkt. En dan ben ik verzeild geraakt 16 jaar geleden in het horecaleven. Met alle gevolgen van dien. Van 70 naar 100 kilo. Van 100 naar 110. Ik moest er iets aan doen. En daarom 11 jaar geleden heb ik een fiets gekocht. Allee, naar aanleiding van de triathlon, anders ging ik dat nooit gedaan hebben. En ondertussen, ja, staan we al veel stadiums verder. Hebben we er al 11 meegedaan. Hebben we ondertussen ook al een Ironman gedaan. Ik ga niet zeggen een ongezond leven, maar we zitten toch elke nacht in de rook en in het bier en in het eten en in het vet. Dus voor mij is dat ideaal. Ja. Hoe is het? Morgen. Hallo. Met supporter nee, straks. Veel trainen is voor Jean met een drukke zaak en een rijk sociaal leven niet zo evident. Goh, in de winter valt die training wel volledig stil. Ik fiets wel een hans jaar door, maar lopen en zwemmen, daar kreeg ik niet veel moed voor in de winter. Vanaf 1 mei is het eenmaal zwemmen, eenmaal fietsen. Eenmaal zwemmen, eenmaal lopen. En ik probeer toch 2 of 3 keer te fietsen per week. Professioneel triatlete Sophie Goos traint wel het hele jaar door keihard. Zo'n 35 uur per week. Ik doe dit nu sinds januari professioneel. Dit is mijn 5e seizoen dat ik triathlon doe. Ik heb altijd lesgegeven. Ik heb sport gegeven aan blinde en slechtziende volwassenen. Tot december vorig jaar. En dan in januari heeft Uplace mij de kans gegeven om professioneel aan de slag te kunnen als triatleet. Als proftriatleet gesponsord worden door een bedrijf is heel uitzonderlijk. In Vlaanderen zijn er zomaar 2 en Sophie is 1 van hen. Nu kan ze zich fulltime toeleggen op haar sport. Mijn sponsor die financieren en die regelen eigenlijk alles voor mij. Dat is een enorme opluchting van qua begeleiding, dokters, kinesisten, testen die we moeten doen. Dat kost allemaal handenvol geld. Dus dat is echt een hele opluchting wel. De sponsor regelt ook de vliegtickets van Sophie, doet haar administratie en keert haar een loon uit. Dat geld heeft ze hard nodig. Triathlon is echt wel een dure sport. Als je kijkt qua materiaal, de fietsen bijvoorbeeld. Vroeger waren er 5 goede fietsen. 5 echt knappe racemachines in de wisselzone. Nu is dat omgekeerd. Nu zijn er nog 5 normale fietsen, denk ik. Iedereen heeft echt een hele goede fiets tegenwoordig. En daar kruipt toch wel echt heel veel geld in. €7000 om precies te zijn. En dat enkel voor haar fiets. Ondertussen is Jean op weg naar de wisselplaats van het fietsen om er zijn loopschoenen klaar te zetten. Verder als ik me niet kan steken. Kijk, ik heb hier het verste puntje van de zwintriathlon. Hier hak ik mijn schoenen uit. Bij een triathlon wordt er altijd eerst gezwommen, dan gefietst en tot slot gelopen. Dat lopen is voor mij een kalvare toch. Ik ben iets te zwaar, ik weeg 104 kilo. En dat is dodelijk voor de knieën. Maar ja, we doen het. Allee, dat is triathlon, we moeten 3 goed kunnen. Tadaa. Het gevechtspakje. Goh ja, kijk. Het is elk jaar een ander gevoel, het spannend altijd. Maar we zijn het volledig. We zijn nu allemaal een beetje aan het verzamelen. Al de vrienden tezamen. We zijn allemaal in hetzelfde tenuutje.
allemaal van de surfclub. En dat is in feite de laatste hulppost. Sinds 2002 is het aantal leden dat aangesloten is bij een triathlonclub meer dan verdubbeld. Ook het aantal deelnemers aan de zwintriathlon is op 10 jaar tijd vervijfvoudigd. Dat is ongelooflijk populair geworden. Als gerekend, ik dacht 1000 inschrijvingen. En de mensen mochten zich inschrijven vanaf 9 uur 's morgens. En ik heb gehoord van de sportdienst, dat zal wel waar zijn, 8:45 zat alles al vol. De meeste deelnemers aan de zwintriathlon zijn amateurs. In Vlaanderen zijn maar 10 professionele triatleten, 9 mannen en Sophie als enige vrouw. Het niveau van de andere vrouwen aan de start is dus heel verschillend. Ik vind het heel leuk dat dat hier gemixt wordt. De toppers, zoals dat je hier ziet, als de gewone man in de straat, die dat door elkaar lopen en samen een wedstrijd doen. Ik vind dat wel tof eigenlijk. Dat geeft net dat ietsje meer aan triatlon. De zwintriathlon is een kwartriathlon. Er wordt eerst 1 kilometer gezwommen, dan 45 kilometer gefietst en tot slot 10 kilometer gelopen. Sophie komt als tweede uit het water. Oh ja, die wissels. We proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen natuurlijk. Maar een mens is ook een beetje nerveus, nat pak. We doen alles af. We doen dan onze fietskleren aan en zo rap mogelijk op de fiets en wegwezen. Goh, ik denk voor een amateur triatleet, 3 minuten is een goede tijd. Maar die toppers die doen dat wel in 1 minuutje, zelf niet. Die hebben hun schoenen al hangen aan een pedaal en die zijn dat gelopen. Sophie doet er inderdaad amper 1 minuut over en steekt tijdens de wissel zelfs haar concurrenten voorbij. Een kwart triathlon duurt voor een professional maar 2 uur, dus elke seconde telt. Korte afstand is veel explosiever. Het is even heel hard in het rood gaan, 2 uur eigenlijk. Terwijl een Ironman is meer gezapig, want je moet 9 uur kunnen volhouden. Ik kan niet 9 uur in het rood gaan. Terwijl Sophie aan haar 45 kilometer fietsen begint, starten ook de mannen. Triathlon is vrij belastend voor het lichaam, omdat elke discipline totaal andere delen van het lichaam belast. De schouders bij het zwemmen, de rug bij het fietsen en de knieën bij het lopen. Toch voelen velen zich geroepen. Vroeger was dat zo, die start door op televisie. Dat was een jaar of 4, 5 geleden. En nu, iedereen kan lopen. Ze willen een stapje verder. De meesten hebben al een marathon gelopen. Dus wat kun je nog doen? 2 marathons na elkaar, maar dat is heel zwaar. Dus ik denk, de volgende stap is misschien wel de triathlon. Nu is ik wel een beetje tijd. Om dat niet koos te doen. De meeste. De blote voeten. Maar dat kan ik niet. Afstand tot straks, hè. Terwijl Jean begint te fietsen, behoudt Sophie haar voorsprong. Ze is de allereerste die start met de 10 kilometer lopen op de dijk van Knokke. Ondertussen, dames en heren, kan u rustig genieten van een biertje hier aan de Boudin Sauvage. Sophie wint in 1 uur 59 minuten en 57 seconden. Een persoonlijke toptijd. Ze krijgt €3.500 prijzengeld. De triathlon valt niet veel geld te verdienen. Daar moet je het zeker niet voor doen. Ik heb mij daar ook al bij neergelegd. Nee. Maar dat weet je op voorhand. Als je geld wil verdienen, moet je gaan tennissen of gaan golf spelen of gaan voetballen. Maar zeker geen triathlon doen. Jean eindigt als 127ste van de bijna 1000 deelnemers. Een ongelooflijke prestatie. Goed, weet je, nog niet slecht, hè? Wat ga je nu doen? Wat denk je, hè? Ik ben aan de bar een beetje aan de ring. Voordat we richting werk gaan. Sophie!